Welkom allemaal bij de inspiratielezing van Fluxus Zaanstad. Fluxus biedt het podium aan de amateurkunst en vandaag worden we geïnspireerd. En dat zal gedaan worden door Marco Bakker, fotograaf. En hij heeft zich helemaal verdiept, maar ook, ik denk wel verloren wil ik zeggen, maar dat is een beetje een romantisch woord in Valley Myers. Wij doen onze inspiratielezingen normaal met publiek, wat heerlijk is, want die stellen ook allemaal vragen tussendoor. Maar vandaag doen we hem online. En we zijn op een bijzondere plek. We zijn in podium De Flux, waar normaal, eigenlijk waar wij zitten, staat een band te spelen. En in de zaal staan mensen te dansen met een biertje in hun handen. Maar vandaag doen we er een lezing. En hopelijk alle andere dingen gauw weer in het echt. Marco. Een jaar geleden ongeveer, voor de lockdown. Langer dan een jaar geleden, zat je bij mij thuis aan de koffietafel en hadden we eigenlijk een soortgelijk gesprek. Ja. En we weten eigenlijk niet precies hoe we bij elkaar zijn gekomen. Nee. Nou, ik denk dat het... Ik kwam mijn boek brengen. Ik heb een boek gemaakt over Valley Myers. Daar gaan we straks van alles over vertellen. Ja. Maar ik heb een boek gemaakt, Running Before the Wind. En jij bestelde het boek. Ja, en ik kwam het boek brengen, want ik... Ik vond het bijzonder. Valley Myers was een Australische. En het boek heb ik ook voornamelijk in Australië verkocht. En er waren wat andere mensen in Europa, in Amerika. En in Zaandam was ook een mevrouw die het boek kocht. Dus ik vond, ik was wel benieuwd wie dat dan was. Dus volgens mij heb ik gebeld en gezegd, van, zal ik het boek komen brengen? En zo kwam ik bij jou aan de keukentafel. Ja, precies. Ik dacht, hé, dat is leuk. Een fotograaf die langskomt, dat doen we gewoon. Ja. En we gaan vandaag praten over Valley Myers. En je hebt haar ook bezocht. Maar we gaan ook hebben over waar jouw inspiratiebron vandaan komt. En daarin beginnen we eigenlijk ons gesprek met dat je ons meeneemt naar Edam. En daar ontmoette je iemand, of zag je iemand. Ik woonde in Edam, of ik woon nog steeds in Edam, maar ik ben er ook geboren. Het is mijn geboortestad, het is een stad. En ik denk dat ik een jaar of 10 was en toen kwam Ed van der Elske in Edam wonen. En Ed van der Elske was in die tijd ook al een beroemde fotograaf. Het was duidelijk dat voor mij als jongetje dat hij een heel ander leven leed dan het leven wat ik leidde bij mijn ouders. Het was heel beschermd en liefdevol, maar het was ook wel... burgerlijk. En het was duidelijk dat Ed, die leefde anders. Het was een ander soort leven. Hij reisde en hij kwam overal en hij maakte foto's voor Avenue. Dus als kind vond ik dat heel fascinerend. Dacht ik van, misschien moet ik ook wel fotograaf gaan worden. Ja, en je noemt nu wel een paar lekkere woorden achter elkaar. Hè? Je hebt het over burgerlijk. Maar we hebben het nu over Ed van der Elske, straatfotograaf voornamelijk. En van het rauwe werk. Tijdens zijn werk hoorde je hem ook wel opmerkingen maken in zijn films. Ja, hij was heel erg aanwezig tijdens zijn, tijdens zijn werk. Maar Ed, je zag deze fotograaf, zag je als jonge jongen, hè? En wat deed je toen je hem zo zag? Wat deed dat met jou? Ja, ik vond dat fascinerend. En ik dacht, misschien wil ik ook wel een beetje zo'n soort leven gaan leiden. Dus het was een soort opening naar een ander leven dan een ander leven. Wat ik tot dat moment had. En ik zag dus dat de fotografie misschien wel een middel was om dat te bereiken. Om dat leven te leiden. Ja. Hey, en zo, Ed van der Elske, die was in Parijs, neem ik aan. Nou ja, Ed is inderdaad, die is in... ik denk zo 1948 begonnen met fotograferen. En toen is hij, begin 50 jaar, is hij naar Parijs vertrokken. En daar heeft hij gefotografeerd. Hij belandde in een groep jongeren in die tijd. Die vrij donkere groep mensen, duister. Was vlak na de Tweede Wereldoorlog. En het was een sombere tijd. Ja. En hij belandde in een groep mensen waar het ook... ze leefden op straat was geen geld een groep jongen. Drank en drugs. Ja. En het was een sombere, sombere... Maar een groep jonge kunstenaars en schrijvers en dichters? Ja, een groep van alles. Alles, vagebond. Parijs was toen een beetje de place to be. Er waren ook meer Nederlanders die erheen gingen. Simon Finkenoog, die was er. En Rudy Kausbroek. Dus Parijs was een beetje
the place to be. Dus Ed ging in begin 50 jaren naar Parijs en belandde in die groep mensen en ging het fotograferen. En uiteindelijk heeft hij daar een boek over gemaakt. Dat is een fictief boek. Je kan, zou kunnen zeggen, het is een fotoroman. Ja. Hij heeft die foto's die hij gemaakt heeft gebruikt om een fictief verhaal te vertellen. En de hoofdrolspeelster in dat boek was Felly Myers. Ja. En ik kwam erachter, want ik wist hij was fotograaf en ik vond het interessant. Maar als jongetje wist ik niet wat hij nou precies deed en wat hij nou eigenlijk, wat dat nou allemaal inhield. Dus ik ben me gaan verdiepen. En heel toevallig, na een paar jaar, ik ging fotograferen. Ik ging mijn eigen filmpjes ontwikkelen. En ik was hard op weg om een echte fotograaf te worden. En toen won ik een fotowedstrijd. En toen kreeg ik dit boek, won ik. The Picture History of Photography. En daarin stond een verhaal over Ed. Ed van Elske, storyteller in photographs. Ja. En daarin stonden foto's van... Dat was voor het eerst dat ik foto's van Felly Myers... Ik wist toen nog niks van dat boek nee. En van dat... En ik kwam die foto's tegen. Dus ik kwam Felly Myers tegen. En dat, dat was voor mij nog weer een extra stap. Een soort fascinatie voor die vrouw en voor de foto's. Ik kende de foto. Ik zag die foto's en ik was daardoor gefascineerd. Hey, en Ed ontmoette Felly dus... In Parijs, hoe oud waren ze toen beide? Ze waren toen... Felly is een Australische. Ze woont in Melbourne. Ja. En ze was danseres. En ze is op de 19e is ze... Een beetje vanuit hetzelfde verhaal, denk ik. Dat Parijs was toen... Ze trokken naar die plek toe. Dus ja. zij wilde ook de wijde wereld in. En ook weg uit haar burgerlijke bestaan. Ja. Dus zij is de boot gestapt. En ze is naar Parijs vertrokken. En ze is ook, net als Ed, in die... groep mensen beland. Ja. Als danseres, ze was in eerste instantie danseres. En, ze is ook heel snel gaan tekenen. Ze is, heeft zich daarna eigenlijk meer als kunstenares ontwikkeld. Ja. Maar dat wist ik allemaal nog niet. Nee. Het begon voor jou daar. Dus ik zag die foto's in dat boek en ik was later... kwam er nog een ander boek uit. Ik ben fotograaf, dus ik vind het leuk om... foto's en plaatjes te laten zien. Ga je gang. Even kijken. Dit boek, dat kwam... I Love You kwam... ik denk 77, ik weet het niet. Maar dat kwam op een gegeven moment uit. Het was een tentoonstelling in het Stedelijk Museum. En daarin was een recentere foto van Felly. Ja. Ik zal hem even opzoeken. We zijn wel blij dat je je halve boekenkast mee hebt genomen. Ja, ik denk, ik zal kunnen in ieder geval. Kijk, deze foto, die. Wauw. Dat is een recentere foto en dat triggerde mij nog meer. En Ed schreef erbij: manifestatie tegen stomme, lelijke, onwaardige toestanden kan op veel manieren. Politiek, guerrilla, massabewegingen. Maar je kunt ook in je eentje als een opvallende, uitdagende flash door het leven gaan. Als baken, een dol herkenningspunt. Dat doet bijvoorbeeld Felly Myers, Australische artiesten. Opgeschilderd, getatoeëerd, mensen irriterend, mensen inspirerend. Ja. En dat was voor mij nog een dat extra trigger dat ik dacht van dat hier dat, moet ik wat mee. Ja. En het gekke is dat ik heel lang ik ging fotograferen. Ik werd ook fotograaf en ik heb Ed gefotografeerd en ik heb eigenlijk dan ben je met je leven bezig en Felly kwam een beetje ik ben daar heel lang niet mee bezig geweest. En het kwam eigenlijk pas nadat Ed overleed, kwam er ik kan het nog een boek laten zien, kwam er een boek uit wat na zijn overlijden is verschenen. Dat was dit boek. En daarin werd Anneke Hilhorst, zijn weduwe, die heeft het boek samengesteld. En die schreef in het voorwoord... schreef ze hoe het ontstaan was. En dan zegt ze van, dit boek is een hommage geworden aan Ed. Een hommage aan de gefotografeerde. Een hommage aan de liefde. Dankjewel Ed. Dankjewel geportretteerde. Dankjewel Anton Beker. Dat was de vormgever van het boek. Uitgever Jaap Jansen. Dankjewel Flip Bol en Eline van de NFA. Dankjewel Felly Myers. En alle anderen die meegewerkt aan het boek. Maar ze hebben bedankt. Dankjewel Felly Myers. En dat was voor mij een trigger dat ik dacht,
ze leeft nog, want ik kende de foto's uit de 50 jaren. Ja. En de centrum, maar ik had er nooit echt bij stilgestaan dat ze nog zou leven. Dat ze nog in leven was, door ja. dit boek werd ik getriggerd. Dat ik dacht van, ze leeft nog en misschien moet ik er wel opzoeken. Dus ik heb Anneke gevraagd van, hoe zit dat? En Anneke zei van, ja, ze woont in Italië. En ik heb een telefoonnummer en een adres, dus je kan contact met haar opnemen. En ik zie dit zo voor me. En toen had je dat telefoonnummer. Maar dat is nogal ja, wat. Ja, nou, ik heb een brief geschreven. Oh, je hebt eerst ik ben in instantie een brief geschreven. Dus, ja. En er waren twee adressen. Er was een adres in Italië en er was een adres in Australië, Melbourne. Ja. En ik heb naar alle twee adressen een brief geschreven. En toen afgewacht. En uiteindelijk heb ik gebeld. Heb ik naar Italië gebeld. En toen kreeg ik Gianni aan de lijn. Gianni Menicetti. Ja. En die zei van ja, ik weet, er is een brief hier gekomen. En Farid die zit in Australië, maar we kunnen wat afspreken. We kunnen wat afspreken. Ja, dus dat was spannend. En hoe zat je toen aan die telefoon? Dat je dacht van, oh jee. Ik dacht van, ja, nee, dat... ik moet hierheen. Dat moeten we doen. Ik moet erheen, ja. Dus ik heb het gecombineerd met mijn vakantie. Het was onder Napels, Positano. Dus Zuid-Italië. De Amalfi-kust. En... ik dacht, nou, ik ga het combineren met mijn vakantie. Dus met het gezin, met vrouw en twee kinderen, zijn we met de auto naar Zuid-Italië gereden. En naar Positano. En welke jaren hebben we het nu over? Wat is dit? Het was in 1999. 1999, kijk. Ik weet het nog, want Gianni die... ik wist niks van Gianni, maar ik had hem aan de telefoon gehad. En ik had met hem een beetje de afspraken gemaakt. En hij had gezegd van... dan en dan is Farid er. Farid had ik trouwens ook gesproken. Maar ze zou er zijn. En ik had er in Australië gebeld. En ik had een afspraak. En ik kwam daar. Maar ik kende hem dus niet. Maar ja, ik had een afspraak. Dus we gingen naar Gianni. En dat bleek ook een dichter. En een kunstenaar zijn die ook tekeningen maakte. Ja. En ik herinner me nog dat ik... Hij had een dichtbundel en hij signeerde dat voor me. En toen zei hij van, gelukkig kan ik nu nog 1999 dateren. Ah, ja, want mooi. 2000, dat vind ik helemaal niks. Dat lijkt me helemaal niks, zei hij. Dus hij profileert zich ook als een ouderwetse man. Farid eigenlijk ook. Die eigenlijk, eigenlijk misschien wel liever in een andere tijd waren geboren. Ja. Dus ik weet nog heel goed dat hij zei van, gelukkig is het nu nog 1900. 99. Ja. Maar we kwamen daar. En Fali die was er niet, want die zat nog in Australië. Als een echte kunstenaar, ze was er gewoon niet. Ze was er niet, nee. Dus wij zijn... maar het was heel gezellig bij Gianni. Hij woonde in de Valley, even buiten Positano. Ja. En dus je moest met de auto, de Amalfi-kust, ik vind het de mooiste kust van Italië. Dus dan rij je met je auto met allemaal bochtige weggetjes. En dan kom je in Positano en dan moet je eigenlijk door Positano en dan buiten Positano moet je ergens een plek, moet je auto parkeren en dan moet je, dan loop je de vallei in. Ja. En dan kom met je... vrouw en twee kleine kindjes? Ja, we hadden beneden afgesproken, want okay. Ik wist natuurlijk niet waar we de vallei in moesten. Dus hadden we een plek afgesproken dat ik dacht, hier moet het ongeveer zijn. En het gekke was dat... Ik liep te zoeken. Ik had de auto geparkeerd. En mijn vrouw en kinderen zaten in de auto. En mijn vrouw die keek... Die zat in de auto te wachten. En er passeerde iemand. En Gianni zei later... We gave each other an intense look. And we immediately knew who we were. Ah, kijk, dus mijn vrouw die keek hem aan. En Gianni keek haar aan. En ze dachten van, ja, dit... ze hadden een moment, dat was Gianni. Ja. En die heeft ons meegenomen naar boven, naar de vallei. En daar, dat was hun woonplek waar ze woonden met, ik schat, 30 honden, 20 zo. Katten, een varken. En midden in de ruwe natuur, hè? In het de was ruwe niet zomaar natuur, een vallei, ja. Het was nee, echt het was een... Echt, het is daar denk ik, je moet vanaf de weg is het een half uur nog de berg klimmen, in. Ja.
klimmen en lopen naar de plek waar ze wonen. En toen waren we daar. En Gianni, daar praten we nu een beetje over. Maar kan je ook vertellen wie hij nou... Want zij waren geliefden, hè? Hij is daar, geloof ik, en je mag me verbeteren hoor, als 19-jarige jongen... Ja, hij is als 19-jarige is hij bij haar aangekomen eigenlijk. Ja. En toen is hij daar gebleven. Ze werden verliefd. Hij is daar gebleven. Hij...